Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Toch bleek in een enkel geval het overtollige regenwater nog ergens goed voor. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer, met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen? Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer, tenminste in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. En bij Elten deden ze dat heel snel en soepel. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer. De wijzigingen in het wegenverkeersreglement die deze maand zijn ingegaan, verbieden automobilisten om auto's die voor een zebrapad gestopt staan voorbij te rijden. En met reden doen ze dat, zolang voetgangers mogen blijven leven. Dat verbod geldt overigens niet alleen voor auto's, maar ook voor de pijlsnelle brommers, altijd gereed voor de aanval. Het verleidelijk wervende liften is ook nogal gevaarlijk, omdat sommige autorijders in hun goedhartigheid te snel reageren. De al dan niet charmante lifters moeten verder bedenken dat ze met hun gastheer op een autoweg gekomen onder de nieuwe regelingen heel dicht bij een overtreding zijn. Want volgens de nieuwe voorschriften mogen automobilisten niet meer stoppen op de vluchtstrook naast de weg, bijvoorbeeld om een passagier af te zetten die een andere kant uit moet, omdat de praktijk heeft aangetoond dat het plotseling weer invoegen in de verkeersstroom levensgevaarlijk is voor alle bij zo'n manoeuvre betrokkenen. Zolang het licht groen is, gebeurt er niets. Maar op rood geeft de slang pneumatisch de overtreder door. De meneer die doorrijdt is toch verklikt. Het is dus uitkijken geblazen in Delft. Je bent er volautomatisch bij. De Delftse politie zoekt van alle genomen foto's de trotse autobezitters op. En die krijgen dan de foto plus een bon thuisgestuurd. En hun boos, dat bestaat niet, wordt een bescheiden, hoe bestaat het? The most excellent order of the British Empire for George Harrison, Paul McCartney, John Lennon en Ringo Starr. Wegens deze onderscheiding hebben een paar ridders hun lintje teruggestuurd. Maar of zij met z'n allen Engeland zo populair maakten en zoveel deviezen inbrachten is nog de vraag. Hoe dan ook, de Beatles zeiden tegen Hare Majesteit voor de grap dat ze al 40 jaar samenwerkten om de mensen die hun ridderschap aan zit-eel danken wat tegemoet te komen. Daarna vertrokken ze met een van de Rolls-Royces uit hun gezamenlijk bezit. In de herrie ging zelfs het elektronisch versterkte geluid vaak verloren. De winnende beatgroep, de Mods, wist de chaos nog verder te perfectioneren.
De politie begon nu ook maar eens wat te doen, zodat de wildste dansers niet alleen meer door de muziek gegrepen werden. De studenten hebben er zelf bureaus voor ingericht, maar ook daar weet men zelden raad. Zelf zoeken is het enige als het bord met aanbiedingen volkomen blank is. Dat zelf zoeken levert nog wel eens iets op in een huis dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. Men vindt daar nog wel eens een tijdelijk onderdak. Maar hoe? De meeste studenten zal het al lang niet meer kunnen schelen of ze wel in een waardige behuizing komen. Maar in een heleboel gevallen zitten ze in een demoraliserende, voor de studie afleidende rommel zich voor te bereiden voor de maatschappij. Iedereen weet dat er iets aan moet gebeuren. En er wordt ook zeker gewerkt aan de oprichting van studententehuizen als de Amsterdamse Casa Academica, die voor degenen die het betalen kunnen en er zich een kamer kunnen verwerven, een soort van toekomstvisioen is van aangename huisvesting in overeenstemming met het belang van studeren in een rustige omgeving. Er zijn meer van dergelijke tehuizen in aanbouw, maar nog altijd leveren die op zijn hoogst enige honderden kamers op, terwijl er duizenden nodig zijn. Daarom zijn de Amsterdamse studenten dit jaar opnieuw een actie begonnen om kamers los te weken uit de straten vol mensen die desnoods nog enige ruimte kunnen afstaan voor een student en daarmee voor een stuk toekomst van het land. Het moderne bouwen, met veel glas en daardoor veel licht in de huizen, heeft er sterk toe bijgedragen dat ook de Nederlandse interieurs in enkele jaren tijd flink zijn gemoderniseerd. Wandversiering is daarbij belangrijk. En op vele manieren wordt geprobeerd mensen die niet over de middelen beschikken om kostbare kunstwerken te kopen, toch aan goede kunst te helpen. De Stichting Beeldende Kunst in Amsterdam heeft een organisatie opgebouwd waarbij men voor een klein bedrag, voor een kwartaal of langer, telkens 2 kunstwerken in leen kan krijgen, naar keuze van schilders, tekenaars of etsers van naam. Men kan die uitkiezen bij de plaatselijke expositiegelegenheid van deze stichting, mee naar huis nemen en daar ophangen. Het kan zijn dat zo'n werk na een paar maanden al niet meer zo erg aanspreekt. Maar men kan natuurlijk ook zeer gehecht raken aan een bepaald kunstwerk en de mogelijkheid bestaat dan om het voor een gereduceerde prijs aan te kopen. Verklaart gij aan te nemen tot uw wettige echtgenote, prinses Beatrix Wilhelmina Armgarter Nederlander, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Liepe-Biesterfeld? Ja. Direct hierna richt de burgemeester dezelfde vraag tot de prinses. Verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik in naam der wet dat gij door de echt aan elkaar nog verbonden zijn. De gouden koets komt nu ook in de brede Raadhuisstraat, waar ondanks de stromende regen vele toeschouwers bijeen zijn. Het is in deze straat dat relbeluste onruststokers rookbommetjes werpen, die echter de voortgang van de stoet naar de kerk niet hinderen. Het gebed dat volgde op groet en samenzang gewaagt dominee Kater over de liefde van het jonge paar als een geschenk van God. Zij weten dat zij door de aanvaarding van dit geschenk anderen hebben pijn gedaan. Ze zijn hier niet in de roes van het eigen geluk gedachteloos aan voorbij gegaan. Zij denken hier in het uur van hun blijdschap ook aan hen
die meenden dat zij in deze blijdschap niet konden delen, omdat er nog te veel droefheid in hun hart was. Toen de jonggehuwden het paleis waren binnengegaan, was het wachten op het ogenblik waarop ze van het balkon af de mensen op de dam hun geluk zouden tonen. Aan dat geluk valt niet te twijfelen. En beiden spraken aan het einde van de bewogen dag hun verlangen uit dat het vertrouwen van het volk het mogelijk zal maken dat ze samen kunnen werken aan de toekomst van het land waarvan de Amsterdamse Dam op dit moment het middelpunt was. Bij het gebouw van de Telegraaf had de vernielzuchtige massa ongehinderd zijn gang kunnen gaan. Daar waren enige auto's randgestoken. Telkens opnieuw ontstonden er, vooral op de Dam, samenscholingen die even zoveel malen door de politie uiteengedreven werden. En daarbij werd niet eerst gevraagd of men misschien een toevallige voorbijganger was. Er werd zonder aanziens des persoons met harde hand opgetreden, waardoor ook onschuldigen vaak behoorlijke klappen kregen. De hele dag zag men in het centrum verkeersopstoppingen. En daar waar charges niet hielpen, werd van traangas gebruik gemaakt dat een verstikkende uitwerking had. In deze onoverzichtelijke, chaotische situatie vielen ook de eerste schoten die slachtoffers maakten. In totaal werden op deze dag meer dan 60 burgers in ziekenhuizen behandeld of opgenomen. Aan politiezijde zijn er 28 gewonden. In de vallende avond kregen de jeugdige herrieschoppers de overhand. Voor hen gold niet een protest tegen de 2% korting op het vakantiegeld. Hun ging het alleen om de chaos. Tijdens de gevechten werden talrijke arrestaties verricht. Maar dat bracht de ruilbuste jongelui niet op andere gedachten. Integendeel, zij gingen door met vernieling en brandstichting. Op een echte love-in is iedereen vrij om zijn avond in te delen zoals hij zelf wil. Wie wandelen wil, hij strekken de benen. Wie moe is, leggen zich ter neder. En wie zich in meditatie wil afzonderen, hij doet zulks. Al moest men hier wel met belangstellenden rekening houden. Ook voor de alleen maar lieve toeschouwers viel er genoeg te beleven. Hoogtepunt was de opvallend plechtige begrafenis van de haat. Kortom, zelden is de Amsterdamse jeugd zo lief geweest als op dit onder gemeentelijke auspiciën gegeven liefdesfeest in de RAI, dat zelfs niet verstoord kon worden door de aan het slot onder sirenegeloei afgestoken rookbom. Het goed Zeeuwse plaatsje Serooskerken zou wel de goed Zeeuwse naam Klondijke kunnen aannemen, want er wordt goud gevonden en niet zo weinig ook. Op een preiveld midden in het dorp graaft men. En de toeschouwers zijn er telkens weer getuigen van hoe de landbouwer Christiaanse en zijn knecht nieuwe munten uit de grond halen en achterloos in hun zak steken. Het is een leuke vondst. Ongeveer 700 keer hebben de vinders nu al zo'n kluit waar wel eens wat in kon zitten, zorgvuldig tussen de vingers genomen om de aarde te verkruimelen en dan te voelen en vervolgens te zien, goud. Een reeks van heel interessante munten hebben ze nu al aan de oppervlakte gebracht. En op het gemeentehuis verschijnt telkens de knecht van boer Christiaanse die het eerste goudstuk vond, tast in de zak en deponeert de nieuwste aanwinsten. De grond behoort aan de gemeente die de helft van de opbrengst zal krijgen. De pachter krijgt de andere helft.
Deskundigen nemen aan dat de opbrengst van deze rond het jaar 1620 verstopte munten wel in de richting van een miljoen zou kunnen gaan. De vondst is uit wetenschappelijk oogpunt ook zeer belangrijk. Op sommige munten ziet men Philips staan, niet uit Eindhoven, maar uit Madrid. Mocht u ook eens in de prei willen woelen, het mag niet. En bovendien is de grond nu hard van de vorst en bewaart de koude morgenstond het goud nog wat in de mond. Minister-president Kals was de eerste bezoeker. Hij bracht Hare Majesteit de ontslagaanvragen van zijn kabinet. Na hem kwamen de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer en vervolgens meester Beel, vicevoorzitter van de Raad van State, die een langdurig gesprek met de koningin voerde. De volgende dag verscheen de voorzitter van de KVP-fractie, Schmelzer, wiens motie de regering deed tuimelen en die nu inmiddels is aangezocht als formateur. Verder zag men Nederhorst van de Partij van de Arbeid, Toxopeus, VVD, Rolvink, antirevolutionair, Beernink, christelijk-historisch, Lankhorst, PSP, Bakker van de Communistische Partij en, aanvankelijk wat wazig in het beeld, Koekoek van de Boerenpartij. En voorts de staatkundig gereformeerde heer Van Dis, die nog moest afrekenen. De vraag was, hoe waait de wind? En dat moesten de politici op Huis ten Bosch duidelijk maken. Namens de uitgetreden fractieleden, van wie meester Van Doren tevens bedankte als Kamerlid, werd in de vergadering van de Tweede Kamer een verklaring afgelegd door Dr. Anders Aarden. In elke fractie is intern een hoge mate van vertrouwen nodig. Het vertrouwen dat ik stel in de fractie van de Katholieke Volkspartij als geheel is in die mate afgenomen dat het mij redelijkerwijs niet mogelijk is verder van deze fractie deel uit te maken. De heren Janssen en Aarden en mevrouw Kessel blijven als de groep Aarden lid van de Tweede Kamer, die na de bekendmaking overging tot de orde van deze gedenkwaardige dag. Huishoudbeurs 1967. Hapje hier, hapje daar, heel zorgeloos. Maar op een gegeven ogenblik moet er weer iets aan worden gedaan. Maar ook dat laat zo'n beurs dan met grote wijsgerigheid zien. Het einde op dit gebied is de sauna. Daar zijn er hier te landen niet zoveel van en dus is er nu de huiskamersauna, waarin men de genietingen van het stoombad kan ondergaan zonder de belangwekkende conversatie te hoeven staken. Dicht die rit en daar zit moeder dan. Of ze in Finland zit te kijken in plaats van naar haar eigen bankstel. Koningin Juliana was onder andere naar dit gewest gekomen om zich op de hoogte te stellen van die situatie. In de afdeling kunststoftechnologie sprak de koningin met enige omgeschoolde mijnwerkers over de gevolgen van hun omschakeling voor hun persoonlijk leven en voor hun gezin. De ervaringen van deze ex-mijnwerkers
zijn van betekenis voor wie zullen volgen. In Born werd een bezoek gebracht aan het terrein waar straks de nieuwe DAF-fabrieken ruime werkmogelijkheden zullen openen. Voorgelicht door de heer Van Deurne bezichtigde haar majesteit de maquette van de fabrieken. Er zijn hier zoveel werklozen en ja. De landbouw die biedt steeds minder mogelijkheden. Ze hebben minder arbeidskrachten nodig, de bedrijven uiteraard ook. Het wordt steeds moderner, dus daar moet je dus wel gaan specialiseren op mijn vak. Nou, ik zag dat het veen op zijn eind liep. Toen heb ik gesolliciteerd bij een fabriek en daar werk ik nu nog als bankwerker. Ik ben 46 jaar. Ondanks al zijn mogelijkheden aan mensen en aan ruimte raakt het noorden achter op het westen van het land. Het werd een van de probleemgebieden waarvoor het kabinet een ontwikkelingsplan heeft ingediend dat met stimulerende maatregelen op korte termijn resultaten wil hebben. Er zijn daarom centra ingesteld voor omscholing van volwassenen die als vaklieden in een van de industrieën opgenomen willen worden. Het noorden biedt, behalve aardgas dat ons hele land nu heeft, ruimte voor nieuwe vestigingen en voldoende arbeidskrachten. Om dit soort vestigingen te stimuleren, verleent de regering financiële steun op verschillende manieren en volgens verschillende regelingen. Per bedrijf kan dit oplopen tot een bedrag van 3 miljoen gulden. De bereikbaarheid van de noordelijke provincies is altijd een twijfelachtig punt geweest. Enkele plannen voor de aanleg of uitbreiding van snelverkeerswegen zullen met voorrang worden uitgevoerd. Zo wordt het aantal rijbanen van de afsluitdijk verdubbeld. De spoorwegen hebben de Randstad Express voor de verbinding van Groningen met Den Haag en Amsterdam opnieuw versneld. 3 keer per dag kan men per vliegtuig van Groningen naar Enschede en naar Schiphol en terug. Aan niet minder dan 66 balies worden de passagebiljetten en de bagage afgehandeld door KLM en buitenlandse maatschappijen. Na de paspoortcontrole en andere formaliteiten komen de vertrekkende passagiers in een enorme wachtruimte die onder andere toegang geeft tot een reeks winkeltjes waarin vele artikelen belastingvrij te koop zijn. Vooral sterke drank en sigaren en sigaretten zijn zeer in trek. De aanleg van deze moderne luchthaven vroeg ook om nieuwe verkeerstechnische voorzieningen. Zo moest de snelweg van Amsterdam naar Den Haag hier verlegd worden. Een van de markantste facetten van deze nieuwe weg is de dubbele autotunnel, die het verkeer onder een binnenkort in gebruik te nemen nieuwe startbaan doorvoert. Het is een Amerikaans aandoende oplossing waarmee de weggebruikers in korte tijd vertrouwd zijn geraakt. Een groot aantal nieuwe en gewijzigde verkeersborden en vele nieuwe regels voor het verkeer hebben met het nieuwe jaar hun intrede gedaan. Nieuw is onder meer de aanduiding van de autosnelweg met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen. Bij een inhaalmanoeuvre is de automobilist in het vervolg verplicht, uiteraard nadat hij zich ervan overtuigd heeft dat de weg vrij is, de richtingaanwijzer of clignoteur te gebruiken en het inhalen zo snel mogelijk te doen verlopen. Onverwacht braken de krachten van een tornado los over het Betuwse plaatsje Tricht. Tientallen huizen werden verwoest in een ogenblik tijd. Een paar mensen die zich niet konden bergen werden gedood in een zuil van stof, stenen en ontwortelde bomen die dichter en dichter werd naarmate de verwoestingen toenamen. Huizen werden doorgeblazen, daken stortten in. Vooral de Raamweg kreeg het ontzettend te verduren. De schade was hier onherstelbaar. Kort daarop begonnen de opruimingswerkzaamheden tussen de verbijsterd naar de verwoesting kijkende bevolking.
Ook degenen die het geweld aan de lijve gevoeld hadden, zagen toen de fantastische kracht van de wind nog eens voor ogen. Veel was er niet meer te redden van het huisraad, maar men begon toch tussen het puin te zoeken naar dingen die nog gebruikt zouden kunnen worden, of herinneringen die men niet wil missen. Soms vond men dingen waar nog wat heel aan was. En men kwam ermee tevoorschijn langs de mensen die totaal alles kwijt waren en die wachten op hulp. Tricht is intussen tot rampgebied verklaard. Overal smeulende brokstukken, zich uitstrekkend over een oppervlakte van 3000 vierkante meter. Nooit tevoren heeft de Belgische hoofdstad een ramp van dergelijke afmetingen beleefd. Tientallen slachtoffers zijn al uit de ruïnes tevoorschijn gebracht. Maar meer dan 250 mensen worden nog vermist. Hun stoffelijke resten zijn bedolven onder bergen puin. Deze noodlottige brand, die vele vragen heeft opgeroepen, onder andere in zaken de brandbeveiliging, wordt in België beschouwd als een nationale ramp. Initiatiefnemer Piet Nak liep vooraan met onder andere professor Verkuil en pater van Kilsdonk. En ook zag men enkele politici in de stoet, waarin spandoeken en borden werden meegedragen als een uiting van protest tegen de oorlog en de bombardementen. Op deze drukke zaterdagmiddag was de hele route door het centrum van de stad voor alle verkeer afgesloten. Bij het monument op de Dam kreeg men een goed overzicht van de grote omvang van de demonstratie, die ook veel kijkers trok. De strategie van de Israëli's richtte zich allereerst op de vernietiging van de luchtmachten der Arabische tegenstanders. In luchtgevechten en door verrassingsaanvallen op de vijandelijke vliegvelden werd het gros van de Egyptische, Syrische en Jordaanse luchtstrijdkrachten onschadelijk gemaakt. Op de grond wierp het Israëlische opperbevel gepantserde eenheden in de strijd. In het zuidwesten, waar troepen van het Palestijnse bevrijdingsleger en tankstrijdkrachten van Egypte de strook van Gaza beheersten, maakte het Israëlische leger snelle vorderingen. Het duurde niet lang of Gaza zelf lag onder het vuur van Israëlische mortieren en kanonnen. Duizenden Egyptische soldaten raakten afgesneden van hun hoofdmacht. De bevolking van de stad trok zich terug in de huizen en Gaza leek uitgestorven toen de Israëlische tanks er binnenreden. Overal sporen van de strijd. Enige duizenden Palestijnse en Egyptische soldaten, die evenals in 1956 hun schoenen hadden uitgetrokken om sneller te kunnen vluchten, werden gevangen genomen en afgevoerd. Met steun van de luchtmacht werden de Jordaanse kanonnen in harde gevechten tot zwijgen gebracht. En kort daarop begonnen Israëlische troepen de aanval op het Jordaanse deel van Jeruzalem en op het gedeelte van het land dat westelijk van de Jordaan ligt. De Israëlische hoofdmacht trok de oude stad van Jeruzalem binnen. Met de verovering van Jeruzalem was de klaagmuur weer in Israëlische handen gekomen. Ontroerd spraken de Joodse soldaten op deze heilige plaats gebeden uit. Het is de enig overgebleven muur van de tempel van koning Salomo. Minister Moshe Dayan verklaarde dat Israël dit heiligdom nimmer meer zou prijsgeven. En ten teken van vreugde werd op de ramshoren geblazen.
Professor Platen en de andere leden van het medisch team waren erbij toen professor Beel en premier De Jong hier de baby te zien kregen. Dit is hij dan, prins Willem-Alexander, getoond aan een wereld vol rumoer. En spoedig leverde hij zijn eerste bijdrage. En hele mooie nageltjes, hè? Je nagelt al heel lang, ja. En die en zijn schoon. In Kuik, zoals trouwens overal langs de route, maakte het publiek het prins Klaus niet gemakkelijk. Maar hij trok er zich niet veel van aan. Prinses Beatrix, die in Nijmegen de intocht van de deelnemers gadesloeg, bracht vaak de handen op elkaar als er weer een groep kranig langs marcheerde. Een enkeling leek wel energie voor nog eens 4 dagen over te hebben. Iedereen van hoog tot laag mocht rekenen op een enthousiaste ontvangst. Maar de geestdrift bereikte een hoogtepunt toen prins Klaus zijn laatste meters aflegde. Na de hartelijke begroeting spelde prinses Beatrix haar echtgenoot zelf het vierdaagse kruis op, waarna deze met zijn vrienden poseerde voor een foto die historisch zal worden. Door zijn overwinning op de 1500 meter bleef Schenk een potentiële kanshebber voor de wereldtitel. Maar Kees Verkerk maakte die kansen tot een illusie door een 10 kilometer race die het stadion in extase bracht. De tenger gebouwde wereldkampioen van vorig jaar liet de wereldrecordhouder Fred Anton Meijer al direct van het begin af aan zijn rug zien door onder andere een verbluffend snelle ronde van 35 seconden te draaien. Geen ogenblik kon Meijer hem ook maar bedreigen. Zo snel bleef Verkerk doorgaan dat zelfs kenners van zijn grote kwaliteiten even vreesden dat hij het hoge tempo niet zou kunnen volhouden. Enkele ronden ging het inderdaad wat langzamer, maar tegen het einde draaide Kees weer letterlijk op volle toeren en toen hij de finish in zicht kreeg was hij onbereikbaar geworden. Voor de tweede achtereenvolgende maal toonde Kees Verkerk uit Puttershoek zich de sterkste allround hardrijder van de wereld. Op het erepodium stond 's avonds Art Schenk aan zijn zijde. Samen hadden zij in dit schaatstoernooi voor vuurwerk gezorgd. Op de tribune liet prins Klaus zich door de voorzitter van de KNSB informeren over het verloop van deze race, waarin de 28-jarige Deltse ambtenares, de beste schaatster van Rusland, tot een beginnelinge degradeerde. Want Skoblikova was ruim een halve ronde achter toen Steen Keizer de finish bereikte. De Russin Kauniste kreeg zilver, de Amerikaanse Holem brons. En zo kwam onze driekleur tussen Hamer en Sikkel en Stars and Stripes terecht. Het jaar 1967 zal in de geschiedenis van de schaatssport worden opgetekend als het jaar waarin een van de kleinste landen van de wereld, dat meer vanilleijs dan schaatsijs ziet, maar liefst alle beschikbare wereldtitels veroverde. Op het ogenblik wordt het straatbeeld zo'n beetje bepaald door verhuiswagens die hier uit alle hoeken van het land naartoe rijden. En de juist gearriveerde bewoners staan voor de taak werkelijk alles helemaal nieuw te beginnen. Uit de chaos die iedere verhuizing onherroepelijk met zich meebrengt, ontstaat altijd toch de een of andere orde, onder de noemer gezelligheid. In alle huizen voorkomt moderne verwarming het binnentreden van kou. Zo nieuw is de stad dat velen de post nog zelf moeten afhalen.
iedere dreun brokkelt er meer af van de landelijke sfeer. De grote promotor van het plan Bijlmermeer, oud-burgemeester Van Hal, was vanzelfsprekend aanwezig toen de eerste bewoners, met enig feestelijk vertoon, uit handen van Amsterdams wethouder Elsenburg de sleutel voor hun nieuwe woning ontvingen. Het uit 8 personen bestaande gezin Copré betrekt een 6-kamerwoning in het flatgebouw Hoogoord, dat in totaal 4 woningen met 6 kamers, 87 vierkamerwoningen en 42 tweekamerwoningen telt. Iets minder in de publiciteit, maar voor henzelf zeker niet minder feestelijk, zullen straks ook de overige bewoners hier een flat betrekken en dan veelal woonruimte in Amsterdam achterlaten, waar men minder huur betaalde dan men in de Bijlmermeer zal moeten opbrengen. Deze bereidheid bevordert de door de gemeente beoogde doorstroming. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor 100.000 mensen. In Parijs, waar vele oncontroleerbare elementen zich onder de studenten hadden gemengd, kwam het tot een ware veldslag in het Quartier Latin, waarbij wederom barricades werden opgeworpen. Ditmaal kreeg de oproerpolitie bevel deze barricades met geweld te slechten. Daarbij ontstonden bloedige gevechten, van een felheid die men tijdens de eerste studentenrellen 10 dagen eerder zelfs niet had gekend. Meer dan 400 manifestanten raakten gewond, waarvan sommigen zeer zwaar. Van de ordentroepen moesten 150 man voor verwondingen in ziekenhuizen worden behandeld. Er werden meer dan 1000 arrestaties verricht. Meisjes van de Sint-Agnes Kweekschool uit Amersfoort tonen hun creatieve vaardigheid met enkele fraai geboetseerde beelden. Een Tilburgse nijverheidsschool voor meisjes demonstreerde er het kantklossen. De kunstzinnige vorming en de daarmee gepaardgaande ontwikkeling van de creatieve gaven der scholieren vraagt, mede in verband met de toenemende vrije tijd in onze maatschappij, om steeds grotere aandacht bij het onderwijs. Een andere expressievorm, schilderen en tekenen, werd gedemonstreerd door leerlingen van het Erasmus Gymnasium uit Rotterdam, waarbij vooral de goede kwaliteit der werkstukken opviel. En dan werd er tenslotte ook gemusiceerd door het harmonieorkest van het gemeentelijk lyceum uit Emmen. Nog nooit eerder heeft de wielerronde van Frankrijk zo'n spannende finale gekend als in de 55ste Tour. En het was onze landgenoot Jan Janssen die voor de dramatische ontknoping zorgde. In de tijdrit over 55 kilometer moest het gebeuren. Bij de start stond Janssen in het klassement 16 seconden achter op de drager van de gele trui, de Belg Van Springel. Een kleine achterstand die hij moest overbruggen om zich winnaar van de Tour te mogen noemen. Maar het was een zaak die natuurlijk ook Herman Van Springel aanging, die evenals Janssen eenzaam tegen het horloge reed. Toen Jan Janssen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. De tijd van Janssen was de snelste die tot dat ogenblik op de chronometers was gekomen. 1 uur, 20 minuten en 9 zeventiende seconden. Met ingehouden adem wachtte iedere Nederlander op wat Van Springel zou gaan doen. Zijn ploegleider hield hem onafgebroken op de hoogte. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Janssen, die nu als winnaar werd gehuldigd. Ada eerste met 1/10 seconde. Helga Lindner is tweede en derde werd de Amerikaanse Ellie Daniel op ruim 1 seconde afstand.
Als moest de race nog beginnen, zo fris huppelt de winnares het podium op. Daar ontvangt zij haar eerste gouden medaille uit handen van prinses Irene. In 1963 was hij een der leidende figuren van de indrukwekkende mars naar Washington. Bij het monument voor Lincoln gaf Dominique King toen uiting aan zijn hartstochtelijke wens dat de zonen van de slaven en de slavenhalers eens in broederschap aan dezelfde tafel zullen aanzitten. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Dominique King, die de Nobelprijs voor de vrede kreeg, werd in ons land door de Vrije Universiteit van Amsterdam onderscheiden met een eredoctoraat in de sociale wetenschappen. Een waardig eerbetoon aan de grote voorvechter van de integratie der negers in de Verenigde Staten. Ook in ons land is de vermoorde Amerikaanse negerleider dominee Martin Luther King op velerlei wijzen herdacht. In Amsterdam onder meer met deze stille betoging van ongeveer 400 mensen die op zondagmiddag door het centrum van de hoofdstad naar de Westermarkt liepen. De stille tocht eindigde aan de voet van de Westerkerk, waarin 1800 mensen de avond tevoren een herdenkingsdienst hadden bijgewoond. Overal in de stad zag men hetzelfde beeld. Vastgelopen panzervoertuigen en bewoners die de Russen uitscholden en eisten dat ze naar huis zouden terugkeren. Intussen slaagden de Russen er niet in een regering van Tsjechoslowaken te vormen die de door Dubček ingevoerde vrijheid weer ongedaan zou maken. Hoezeer die drang naar vrijheid onder het volk leefde, bleek uit de soms aan waaghalzerij grenzende moed waarmee vooral de jeugd zich tegenover de Russen opstelde. Bij de bezetting van sommige gebouwen en ook later bij demonstraties maakten de Russen gebruik van hun wapens. Er vielen meer slachtoffers en de verbittering nam toe. Telkens opnieuw trokken in Praag de mensen naar het Wenzelplein, waar ze zich ondanks het verbod steeds verzamelden rond het standbeeld van de Boheemse koning Wenzel, dat tot middelpunt werd van het verzet en van waar de Russen werden opgeroepen naar huis te gaan. Grote verslagenheid heerste hier toen via de radio de resultaten van het overleg in Moskou bekend werden. Al wordt het bewind van Dubček voortgezet, het land zal talloze pasverworven vrijheden weer moeten opgeven en blijft voor onbepaalde tijd door vreemde legers bezet. Er zullen weinig scheepvaartverbindingen zijn waarop zo hartverscheurend gekankerd is als op de potdienst over het IJ. Nu kankeren Amsterdammers met een natuurlijk gemak, maar ditmaal hadden ze gelijk. Want zelfs na het rijkelijk late besluit om een tunnel aan te leggen hebben ze nog 15 jaar moeten wachten. De pont blijft varen voor fietsers en voetgangers. Maar laten we nu even denken aan de automobilisten en aan de koningin die met de gemeentebus aankomt om de tunnel voor hun te openen. De automobilisten zijn uitgestapt ter ere van de 200 miljoen die de tunnel gekost heeft en uit respect voor de openingsplechtigheid.
Een vlucht duiven symboliseert het een of ander, maar de hoofdzaak is, de tunnel is open. Bejaarde Amsterdammers, aan wie hun leven lang de tunnel beloofd is, mogen als eerste naar binnen. Daarop volgt de rest, maar geen fiets of voetganger, nauwkeurig bespied door een televisiecamera, een van de vele die de verkeersleiding elke van de ruim 2000 meters laten overzien. Noord is nu echt een deel van Amsterdam geworden, behalve voor fietsers en voetgangers. Maar de IJ-tunnel dient nog een ander belang. De Noord-Hollandse steden boven het Noordzeekanaal kregen een betere verbinding met de hoofdstad. En door de hoofdstad heen is er een nieuwe verbinding tot stand gekomen tussen de noordelijke en de zuidelijke provincies. Belangrijk voor handel en industrie, belangrijk voor Friezen en Zeven en Amsterdammers, behalve misschien voor voetgangers en fietsers. Het is in het centrum van Amsterdam op Koninginnedag van het middaguur af tot middernacht zeer onrustig geweest. Een demonstratie van extreem linkse jongeren tegen koninklijk huis en regering en tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek werd gevolgd door rellen waarin honderden jongelui, ook van buiten de hoofdstad, in botsing kwamen met de politie die herhaaldelijk charges uitvoerde. Vooral op de Dam ging het op bepaalde ogenblikken hart tegen hart. Wie de waarschuwingen van de politie negeerde, moest er rekening mee houden dat de politie met hem geen rekening wenste te houden. Tijdens de ongeregeldheden werden door de herrieschoppers op talloze plaatsen volkomen zinloze vernielingen aangericht. De politie stelde een aantal raddraaiers in arrest. Vele mensen die op deze vrije dag, zoals gebruikelijk op de Dam en op het Damrak, hun flaneertour wilden maken, kregen de kans niet, omdat de Dam tenslotte geheel ontruimd werd. Hier hadden de oproermakers onder andere kraampjes met feestartikelen en etenswaren omvergegooid. Sommige jongelui molesteerden zelfs leden van een fanfarekorps. In de avonduren breidden de incidenten zich tot andere straten van de binnenstad uit. De Dam, anders altijd centrum van de Koninginnedagviering, lag toen geheel verlaten. Op het Rokin stak men het vuur in enkele vaten olie en een wagen van gemeentewerken die 's middags al omver was geworpen. De brandweer moest door de politie beschermd worden. De Dam is van oudsher het hart van de hoofdstad. De vraag is gerezen of de jongeren dit hart in bezit mogen nemen of niet. Met de jongeren wordt een bepaalde groep bedoeld, waaronder opmerkelijk veel buitenlanders zijn. En in bezit nemen betekent een huiselijk gebruik maken van bijvoorbeeld het monument. Men kijkt er wat lacherig tegenaan, of men vindt die ongebreidelde intimiteit midden op straat, maar bedenkelijk. Een aantal jonge mensen gaat 's avonds weg, tientallen blijven nog slapen, hier of in passages en portieken en onder de kamperkampeerbrug. Het is niet bij wat schilderachtige slordigheid gebleven. Omwonenden klagen dat hun portieken worden bevuild. Bij steekproeven vond de politie een hoog percentage zeer jonge meisjes. Mensen met verdovende middelen, een enkeling die door de politie in Duitsland gezocht werd. En veel buitenlanders zonder voldoende middelen van bestaan. Het gemeentebestuur overweegt een toevoeging aan de algemene politieverordeningen om tegen het slapen op straat te kunnen optreden. Tegelijkertijd wil het voorzien een goedkoop nachtlogies voor jonge toeristen. En er moest geweld worden gebruikt, want de rellenmakers weigerden de bevelen van de politie op te volgen. Bij hevige charges werden tientallen jongelui min of meer ernstig gewond. De politie, die zonder ophouden met stenen en flessen bekogeld werd, verweerde zich. En eenmaal werden er door een in het nauw gebrachte agent schoten gelost, waarbij onder andere een persfotograaf gewond werd.
Maar ook onder de politie zelf vielen slachtoffers. 15 agenten moesten in ziekenhuizen worden behandeld. De kwestie van het slaapverbod raakte geheel naar de achtergrond. Evenals in 1966 namen de rellen het karakter aan van een aanval op het gezag. De politie zei later dat het optreden van de jongeren veel agressiever was dan zij ooit had meegemaakt. De hele schrijversband was er weer. Simon Vinkenoog, die er zijn teken aan de wand kon zien. En de cubist van deze tijd, Cuba-prediker Harry Mulisch. De wandversieringen pasten zeer wel bij de sfeer van dit museum der moderne kunst. We zagen er voort Remco Kampert, die in Hilversum voor opspraak zorgde. Dimitri Frenkel-Frank, die dat geregeld doet. En Anne Vondeling, die met smaak van de schrijverssfeer proefde. Tot ver in de kleine uurtjes bleef het woelig in de zalen van het Stedelijk Museum. Op een enorme stoel, katijvig, sterft een grote mond. Uit een suikerpot wordt een kind van God geboren. Alle mensen zijn eindelijk rond, vrij opborrelend uit de vette toongrond. Ik sta hier midden in mijn eigen tentoonstelling, waarvan ik 60 schilderijen uit mijn eigen collectie exposeer. En die nu in het Centraal Museum in Utrecht te zien zijn en waar het fantastisch is opgehangen. Vanuit mezelf, kun je wel zeggen. Ik ga meer de kant op van een expressionistische schilder, die dus een expressie geven van de tijd waarin ze leven. De middelbare jeugd werd als kennismakingsprogramma De man met de wippende billen gespeeld van Henk van Kerkwijk. De Heilandse schrijver van Kerkwijk heeft in zijn stuk op speelse wijze het conflict aan de orde gesteld tussen de autoritaire regenten en de naar vrijheid strevende jeugd. De meeste studenten houden zich overdag op in de hal, waar men overigens niet alleen studenten aantreft. Ook de schrijver Harry Mulisch kwam hier een praatje maken. Met de ravitaillering hadden de bezetters geen moeite. Sommigen zochten, om rustig te kunnen beraadslagen, de kamer van de rector magnificus professor Beninfante op. Er werd een bezettingsraad gevormd die vrijwel ononderbroken vergaderde over de te volgen tactiek. Zoals men weet is de bezetting een onderdeel van een actie die gericht is op het verkrijgen van medebeslissingsrecht in alle geledingen en op alle niveaus.
dacht dat het ook duidelijk een voorbeeld was inderdaad van politieke justitie, namelijk het middel van straf gebruiken om dus mensen die voor democratische rechten strijden, dat is namelijk waar wij mee begonnen zijn. Een kunstenaar van het Rijksmuseum aan. Tijdens deze felle charges werden verschillende mensen zodanig gewond dat ze in een ziekenhuis behandeld moesten worden. Ook aan de zijde van de politie werden gewonden geteld, onder andere doordat van achter barricades met stenen werd gegooid. Ook nadat de barricades waren opgeruimd, bleef het onrustig in de buurt van het spui, waar het merendeel van de studenten toen al was verdwenen, maar waar opgeschoten jongeren de politie bleven hinderen. Op één moment besloot de politie Koningsplein en Leidse straat schoon te vegen, waarbij ook enkele toevallige passanten klappen opliepen. Pas om 2:00 s'nachts koelden waterkanonnen de nog overgebleven demonstranten zo ver af dat er een einde kwam aan deze zeer bewogen zomerdag in de hoofdstad. Volgens sommige ooggetuigen zijn de demonstranten op weg naar de stad een supermarkt binnengevallen waar ze onder andere vele flessen sterke drank buitmaakten. Het schijnt dat velen toen onder invloed raakten en dat daarna de betoging geheel uit de hand liep. Toen werden ook Europeanen gemolesteerd en vaak uit hun auto's gesleept die daarna in brand werden gestoken. Terwijl er een begin is gemaakt met het opruimingswerk, houden mariniers de wacht in de straten van het geteisterde centrum, onder andere om verdere plunderingen te voorkomen. Enkele winkeliers zijn begonnen aan een herinventarisering. Intussen zijn nog extra marinedetachementen naar Curaçao gezonden om te helpen bij het handhaven van de orde op het zwaar getroffen eiland, waarvoor ontelbare miljoenen aan schade werd aangericht, nog afgezien van de onberekenbare schade die aan het toerisme is toegebracht. KLM ziet niet alleen het passagiersvervoer, maar ook het vrachtvervoer gestadig toenemen en draagt daarmee op belangrijke wijze bij aan de versteviging van onze economie. 50 jaar ligt er tussen de KLM uit het pioniersbegin op het grasveld van Schiphol en de strafgeorganiseerde maatschappij die nu gebruik maakt van de gestroomlijnde luchthaven van Amsterdam. Binnenkort zal die ook de thuishaven worden voor de Boeing 747, een 70 meter lange luchtbus met een vliegbereik van 10.000 kilometer, waarmee de jubilerende KLM aan zijn tweede halve eeuw begint. De snelheid van het vliegtuig werd tijdens de proefvlucht zorgvuldig onder de 500 kilometer gehouden. Het landingsgestel werd niet ingetrokken en de neus van de Concorde werd niet in rechte stand gebracht, wat wel gebeurt bij hogere snelheden. De eerste proefvlucht slaagde volledig, maar het zal zeker nog een jaar duren voordat het vliegtuig getest zal worden bij snelheden boven die van het geluid. Als alles dan goed gaat, zal de Concorde tegen 1973 in dienst komen bij 16 luchtvaartmaatschappijen. Voorlopig hebben de invliegers nog werk genoeg. Presentator Henk Terlingen, die in de verslaggeving uiteraard nogal op de voorgrond trad, en een staf van elkaar afwisselende technici hebben het mogelijk gemaakt dat de grootste onderneming vrijwel van minuut tot minuut gevolgd kon worden. Aan de reportages was een lange voorbereiding vooraf gegaan,
waarvoor Terlingen en Rudolf Spoor onder meer enige tijd in Houston zijn geweest. Tijdens de landing van de maankever Eagle waren talloze genodigden in de studio in Hilversum aanwezig, waar ze wellicht sterker nog dan thuis de spanning ondergingen van die historische ogenblikken van de afdaling, waarin de astronauten en Houston vrijwel uitsluitend getallen uitwisselden. De maanlanding, die in beeld niet rechtstreeks naar de aarde kwam, werd met behulp van een model zichtbaar gemaakt. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Het bleek dat men nauwelijks durfde applaudisseren onder de indruk van het grootste moment. Thank you. De Amerikaanse vlag die de twee astronauten plaatsten, moet van boven door een stangetje worden strak gehouden, omdat er door de afwezigheid van een dampkring geen wind staat op de maan. Aldrin vermaakte de hele verbijsterd toekijkende wereld toen hij liet zien hoe gering de zwaartekracht is op de maan en een dansje maakte waarbij hij zijn passen met die van een kangaroo vergeleek. Armstrong beschreef uitvoerig en zeer duidelijk verstaanbaar wat hij op de maan waarnam. Tijdens hun ongeveer 2 uur durend verblijf op de maan, waarin de ruimtevaarders vele bodemmonsters verzamelden en enkele instrumenten opstelden, werden ze door naar schatting 600 miljoen mensen op aarde gadegeslagen. Nieuw was de hoofdtelefoon met ingebouwde stereo-FM-radio. De kiesknop voor de zenders zit op het linkeroor. Zeer groot was ook de interesse voor de videorecorders. Wie wil kan zich een camera erbij aanschaffen en zo zelf beelden vastleggen op een tape en die vervolgens weer afdraaien. Maar men zal ook tapes kunnen kopen waarop favoriete programma's zijn opgenomen die dan nog eens thuis kunnen worden bekeken. Waarschijnlijk zal het zelfs mogelijk worden tv-beelden thuis automatisch te laten opnemen terwijl je bijvoorbeeld in de bioscoop zit. Na het avondje uit kan je dan nog even kijken wat de televisie heeft gebracht. Dag, lieve kijkbuiskinderen. Ik ben blij dat we allemaal weer gezond en wel terug zijn in ons grote dierenbos en op jullie televisieschermen. Meneer de Uil, u schiet een bok. U bent niet op een televisiescherm. U bevindt zich momenteel op het witte doek. Wat? Witte doek? Ja, de bios. Lief cinematografisch volkje, neem mij niet geheel kwalijk hoor. Ik wou in ieder geval zeggen dat we weer blij zijn. Maar ik wil heel graag niet op het witte doek. Dit is veel te groot en te wit. Ik wil gewoon op een schermpje. En anders ga ik naar het enge bos. Dat zie ik idee, maar ik wil wel. Voor een extra lekker hapje doe ik alles. En wil ik best op de film, jippie. Oh nee. Als jij op de film komt, dan doe ik pertinent niet mee. Nou ja, zeg, als het zo moet, dan kunnen we maar weer beter teruggaan naar onze schermen, hoor. Jawel. Het is deze melodie die dit jaar precies 25 jaar lang de inleiding vormt tot de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubitz. Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? U begint met uw armen gestrekt voor te heffen, daarna zijwaarts goed aantrekken, voor terug en omlaag. 1, 2, 3, 4. Een kwart eeuw lang is Ab Gaubitz elke morgen, zomers en 's winters, om 7 uur naar de Hilversumse studio gekomen
om een leger van ochtendgymnasten te helpen de dag te beginnen. Goed recht te blijven, hoofd op. 1, 2, 3, 4 en de laatste. Halt! Met het slotnummer worden de bezoekers uitgenodigd op te gaan in de zingende en dansende schaar op het podium. Op alle uren van de dag kan men de hippies die het in Amsterdam wel gezien hebben, aantreffen op de uitvalswegen, wachtend op een lift. Maar wie bestemming Tiel op zijn bordje zette, had daar een heel bijzondere reden voor. Die wilde namelijk naar het Betuwse popfestival, waarvoor een groot aantal bekende popgroepen gecontracteerd waren. Daaronder de Nederlandse Golden Earring. Deze beroemde jongens uit Den Haag wisten er ongeveer 1500 jongeren zodanig in beweging te krijgen dat men de kilte van de late augustusnacht niet meer voelde. Een groot deel van de Nederlandse platenwereld was voor deze trip op het IJsselmeer uitgenodigd en kon zich hier nog eens afvragen hoe het mogelijk is geweest dat er van de laatste dans van dit Bredase zangeresje meer dan 100.000 singeltjes verkocht zijn. Daarom bewaar de laatste dans voor mij. Oscar Harris is een jongen die tegen de achtergrond van een Surinaams-Amsterdamse groep met de goed Nederlandse naam de Twinkle Stars reeds meer dan 100.000 maal zijn Try a Little Love over de toonbank zag gaan. Try a little love. Try a little love. En behalve voor de kleine Wilma die met 100.000 platen al 8 miljoen rode rozen in omloop bracht, was er ook nog goud voor Corrie en de Rekels. Alles wat ik had, gaf ik aan jou alleen. En rekel maar dat Corrie en haar groep in de toekomst nog veel meer edelmetaal zullen binnenhalen. Want voor dit soort huilen is het nooit te laat. Nooit kom ik nog terug bij jou zoals wel eens. In de Amsterdamse Kalverstraat draaien onze grote kleinkunstenaars nu onafgebroken rond in een carrousel, waarin ze gevolgd worden door tal van parlementaire woordkunstenaars, onder wie ministers en kamerleden. Gepoogd is hun karikatuur herkenbaar te houden, maar met sommigen kon men best wel eens moeite hebben.
Het Wassenbeeldenmuseum in Londen bestaat al anderhalve eeuw. Het is de vraag of onze politici van vandaag ook zo lang zullen meegaan. Van de moderne schrijversgeneratie kwam Jan Kremer zijn ik zelf even beoordelen. En Lisbeth List mag ook tevreden zijn over de gelijkenis. Onder het thema sport is Kees Verkerk vertegenwoordigd, al komt hij hier geen meter vooruit. En het Amsterdamse voetbalidool Johan Cruijff zal zich met al zijn Ajax-fans vermoedelijk afvragen, ben ik het nou of ben ik het niet? Maar misschien werd zijn beeld gemaakt toen hij net op non-actief stond. Een verlenging was dus noodzakelijk. Die begon met een geweldige schrik. Want door één moment van nonchalance in de Rotterdamse verdediging kon Hughes doorbreken en razendsnel oprukken naar Pieter Schaafland. Het gevaar werd met de grootste moeite bezworen. Maar daarna kon er weer lof worden toegezwaaid aan Feyenoord, dat zich niet meer liet verrassen. Ook niet in de tweede helft van de verlenging. Celtic kreeg geen enkele reële kans. Elke aanval liep vast op de Feyenoord-verdedigers, die zich dan direct daarop zelf razendsnelle aanvallers toonden, waaraan de Schotse achterhoede de handen vol had. Dwars door het midden bereikte een dieptepaas Chinfall. Het schot dat hij daarna losliet, werd door de Schotse doelman gekeerd, die ook de daaropvolgende kogel van Wery wist tegen te houden. Maar even later viel dan eindelijk de beslissing. Lobello liet terecht doorspelen naar Hens van Kemmel en Chinfall speelde de bal over de verraste Williams in het net. Met dit doelpunt veroverde Feyenoord de Europa Cup. Want in de resterende 4 minuten gaven de Rotterdammers de overwinning niet meer uit handen. Op de schaatsbanen van Heerenveen, Innsbruck en Oslo behaalde Art in één seizoen de Nederlandse, de Europese en de wereldtitel. In al deze wedstrijden legde hij met fraaie tijden op de 500 en de 1500 meter de basis voor zijn kampioenschappen. Maar ook op de 5 en de 10 kilometer reed Art Schenk telkens zo voortreffelijk dat niemand hem in de eindklassementen meer voorbij kon. Terecht vindt Anna Paulowna hem geweldig. De stoet trok naar het plaatselijke café, waar de bevolking tijdens een urendurende receptie gelegenheid kreeg om Atje en haar man te feliciteren. Maar het bleef niet bij handdrukken alleen. Voor haarzelf en voor het hele gezin kreeg de kampioene talloze geschenken. En daar was er één bij in bruikleen, om de amateurstatus niet in gevaar te brengen. Een auto. Echt wel een leuk cadeautje. Het gezin moest echter weer met de praalwagen naar huis, want autorijden kan Atje nog niet. Wel schaatsen. Thank you.
Rekenend op de mogelijkheid van een langdurig verblijf, maakten de bewoners de huizen van de Nok tot aan de kelder schoon. Helen Zwetsloot had voor haar en haar zoontje Olaf al 2 jaar lopen zoeken naar een kamer, maar vond geen hospita bereid ook haar kind in huis te nemen. Zij zag geen andere mogelijkheid meer dan hierin te trekken. Truus Kemmer en haar man en dochtertje installeerden zich hier met hun hond. Zij woonden sinds hun huwelijk 2 jaar geleden ieder bij de eigen ouders. Nu konden ze na 2 jaar tenslotte samen zijn, want de urgentieverklaring van de huisvesting hielp niet. Het duurde allemaal maar 2 dagen, want toen kwam de politie met personeel van gemeentewerken om de 2 panden die bestemd zijn voor de uitbreiding van het Weesperplein ziekenhuis te ontruimen. Helen Zwetsloot en haar kind moesten opnieuw op zoek gaan naar een redelijk onderdak. En datzelfde lot trof de ongeveer 50 andere teleurgestelde bezetters die gehoopt hadden hier lang te kunnen blijven. De medische en sociale opzet van het dorp is uniek in Europa. Maar er is ook een nadeel verbonden aan dit unicum. Voor vele landgenoten betekent het dorp namelijk een vaste halte op een dagje uit. En het vaak hinderlijke sightseeing maakt inbreuk op het privéleven van de bewoners. Wij vroegen 2 van hen naar hun ervaringen. De mensen die ondeskundig zijn, die komen ons tegemoet. En zodat je kleine kinderen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Die beginnen meteen van jongetje, luister dus eventjes. Het begint meteen over het wagentje, je rolstoel dan. Vind je niet fijn dat je een wagentje hebt? Ja, voor mij hoeft dit niet. Dus echt overdreven belangstelling, daar hebben we feitelijk gezegd de P in. Het is vaak heel hinderlijk dat mensen voor het raam naar binnen staan te loeren. En sommige bewoners reageren daar vaak niet zo prettig op. Wij zijn normale mensen. Alleen als zeewering en beschermer van het noordelijk deltagebied met zijn dichte bevolking en zijn talrijke industrieën, maar fungeert tevens als hoofdkraan voor de zoetwaterhuishouding van heel Nederland. Want het water van Maas en Waal, dat tot nu toe voor ongeveer de helft ongebruikt naar zee stroomde, wordt nu door de Haringvlietdam tegengehouden. Daardoor komt er meer zoet water in dit gebied beschikbaar. De veranderingen die door de afsluiting van het Haringvliet met name in de Biesbos ontstaan, beperken zich niet uitsluitend tot de landbouwgebieden, waarvan zo'n 1000 hectare onder water zal komen te staan. Ook de flora en de fauna zullen zich door het verdwijnen van de getijbeweging sterk wijzigen. Maar vooral door de aanleg van grote drinkwaterbekkens in enkele historische polders, zoals de Petrusplaat, zal het karakter van de Biesbos veranderen. Want er worden hoge dijken opgeworpen en katterzuigers halen het zand weg, opdat er diepe bekkens kunnen ontstaan. Dat zand wordt gebruikt voor de opspuiting van nieuwe industriegebieden in het Moerdijkgebied. De 4 grote spaarbekkens zullen 500 miljoen kubieke meter drinkwater gaan leveren aan Rotterdam en aan Brabant en Zeeland. De centrale in Dodewaard, die slechts een beperkt vermogen heeft, is niet met commerciële bedoelingen opgezet, maar werd in hoofdzaak gebouwd om de elektriciteitsbedrijven in staat te stellen ervaring op te doen met de bouw en exploitatie van een kernenergiecentrale. De Nederlandse regering en Euratom hebben belangrijk aan de bouw bijgedragen. Met de opgewekte energie kan een stad van de grootte van Arnhem van elektriciteit worden voorzien. Koningin Juliana heeft de centrale officieel in gebruik gesteld door de reactor op zijn volle vermogen van 54 megawatt te brengen. Binnen een week na de opening werd bekend dat Zeeland over enkele jaren een commerciële atoomcentrale zal bezitten.
Chef, ik kreeg net een melding binnen van een chemische lucht aan de Maasboulevard in Vlaardingen. Over. Oké, okay, ga kijken. Over en sluiten me. Er rijden 5 ambtenaren vrijwel constant door het gebied. En gedirigeerd per mobilofoon kunnen ze meestal snel de fabriek lokaliseren die de sterke verontreiniging veroorzaakt. Daarna kan de centrale de fabriek ogenblikkelijk telefonisch op de hoogte stellen en om maatregelen verzoeken. Hetzelfde gebeurt uiteraard wanneer een snuffelpaal ergens een zeer hoge concentratie van zwaveldioxide registreert. We hebben enkele bewoners van Vlaardingen gevraagd naar hun reacties op de luchtverontreiniging. Beneemt je gewoon je adem soms, vindt het verschrikkelijk. Het is hier altijd even vieze lucht, benauwd, onhygiënisch. Nou, ja, ik zit liever op Texel. Daar hebben we er niet zoveel last van. Ondanks alle wetenschappelijke onderzoekingen zal het nog wel even duren voordat Rijnmond net zo schoon zal zijn als Texel. Dolomina wil een maatschappijverandering die moet leiden tot gelijke ontplooiingskansen voor iedereen, onafhankelijk van de sekse. Dat en nog veel meer werd in een vroege zondagmorgenoptocht door Arnhem op allerlei manieren verkondigd. De Dolomina's droegen de door hen ontplooide grote activiteit in de meest letterlijke zin naar buiten uit. Er waren in het nog slaperige Arnhem niet veel mensen op de been, alleen wat vroege kerkgangers. Waaronder 1 Mina die duidelijk geen lid wil worden. Een Duitse cameravrouw en Roel van Duin van Oranje Vrijstaat tilden de demonstratie naar internationaal niveau. De Mina's gaan door met de strijd voor de bevrijding van de vrouw. Een klein aantal Nederlanders was getuige van dit islamitische feest, dat op touw werd gezet door de Stichting Buitenlandse Werknemers in Amsterdam en dat een sfeer ademde waarin de Turken en Marokkanen zich thuis voelden. Meer mensen van gevorderde leeftijd gaan tot lichaamsbeweging over om een deel van de door de welvaart ontstane zwaarlijvigheid weer kwijt te raken. Het uit het Engels afkomstige trimmen is hiervoor inmiddels geheel opgenomen in het Nederlands spraakgebruik. Hier en daar in Europa en in Nederland wordt deze activiteit door bedrijven gestimuleerd. Het wordt nu wel als vaststaand aangenomen dat meer beweging het lichaam in goede conditie houdt. En zo kan men tegenwoordig hele groepen tegelijk en jong en oud door elkaar op zaterdag of zondagmorgen overal in ons land bezig zien de spieren los te maken. Vijf jaren van bezetting en ellende, van arbeidseinsatz, concentratiekampen, deportaties en executies, van terreur, angst en honger waren voorbij. Demonstraties, veelal nog aan een vergunning gebonden, zijn desondanks een vertrouwd beeld geworden. Verzet tegen bepaalde structuren wordt lang niet altijd getolereerd en roept tegenkrachten op. De woningnood is vooral in de grote steden nog altijd niet opgelost. Velen wonen 25 jaar na de oorlog nog onder onmogelijke omstandigheden. De vrijheid van drukpers is hersteld. De informatiekeuze schijnt onbeperkt. Het agrarische land dat niet zonder pijn zijn koloniën verloor, is geïndustrialiseerd en er is volledige werkgelegenheid. Maar wie niet wil werken, behoeft geen verplichte arbeidsdienst te vrezen. Nederland heeft deel aan de reusachtige welvaart van het Westen, is deel van de consumptiemaatschappij, die door een Nederlands cabaretier eens gekarakteriseerd is met de slogan: we hadden het nog nooit zo goed. We zijn op jacht van het ene statussymbool naar het andere. Come on.
weer knus wegzakken in jullie warme stoeltjes. En, denk erom, oogjes open en handen thuis. Kijk lekker.